Ach, daar ben ik wel. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij de Jaap Afshow. Jaap is er nog niet. Die is even naar de dierenwinkel, maar hij kan elk ogenblik komen. Zo gauw die binnen is, dan gaan we Nou, daar ben ik al, hoor. Ach, sorry dat ik zo laat ben, maar... Ja. Ik moest even naar de dierenwinkel toe, hè. Ik heb net verteld dat je even naar de dierenwinkel was. Wat moest je er doen? Ja, mijn vlooien waren op. Pardon? Ik heb even versen gehaald, hè. Mijn vlooien waren op. Oh, waren die van jou ook op? Ja, ze waren ook. Nou, had het maar gezegd, dan had ik ze van jou ook gelijk meegenomen, hè. Goed, zorg je wel dat die beesten bij jou blijven, dat we niet dadelijk de hele studio vol hebben. Maar er kan niks gebeuren, hè, want ze zijn afgericht. Oh, gelukkig, mooi. Ja, ze luisteren naar mij. Oh, mooi. Ik heb ze ook allemaal een naam gegeven, die vlooien. Je had ze ook kunnen nemen. Die kan je roepen, hè. Ja, maar goed, na dit frisse verhaal gaan we er nu gauw beginnen. Ga jij je weer omkleden, dames en heren. Ga ik me nou alweer omkleden? Ja, het is enorm goed bevallen bij de kijkers ook vorige week. Dus omkleden, die kop willen we niet zien. Zeg, blijft dat zo? Dat blijft zo. Je bent artiest of je bent geen artiest. Ruud gaat jou vervangen. Dames en heren, ik zeg even, hallo Ruud, hallo Studio 2, Studio 2, hallo Ruud, ben je daar? Ik hoor hem nog niet, maar hij moet er zijn. Hallo Ruud, ah, dan hoor ik wat geluid. Hallo Ruud, ben je... Ja, nou, daar ben ik weer, hè. Ja. Ja, ik denk, ik ga eerst maar even lozen. Ja. Want dan heb ik er tijdens de uitzending niet zo last van, hè. Zo is het, ja. Ben ik al in beeld? Heb je nog steeds last van je blaas? Ja, ik heb er nog wel last van, maar ik heb er nou pillen voor gekregen van de dokter. Ach, en helpen ze? Nou, ze helpen niet erg. Waarom niet? Want ik moet ze met veel water innemen. Ja, dat moet dan toch ook weer erger zijn, hè? Ja, zo is het ook. Maar voordat we het wekelijkse gynaecologische rubriekje hier krijgen, gaan we even beginnen met het programma, vind je ook niet? Ja, maar ja, het blijft wel lastig, hoor. Ja, maar dat weten we nou. Dames en heren... Hoe is het trouwens met uw zus? Met mijn zus, hoezo is het met mijn zus? Ja, die had toch ook zo last van de blaas? Dat zei je toch vorige week? Nou, dan ga niet weer alles herhalen. Mijn zus heeft een melkdop erop gesnoept. Dan gaan we beginnen, dames en heren. Dat komt goed uit, want... Thuis heb ik de kast een beetje opgeruimd met Ria samen. Oh, fijn, lekker vis. Ja, toen kwamen we Filippi tegen van Ria op de huishoudbeurs. Wat zal dat leuk geweest zijn. Ja, dat is schijnig. Dan zie je er in allerlei standen, zie je er lopen in staan. We hebben niet zoveel belangstelling voor. Ik heb zelf weer gefilmd, dus zullen we maar even gauw gaan kijken dan. Nou, even snel dan. Ja, dat is schijnig hoor. Kijk, dan lopen ze. Waar? Schijnig is het, hè. Oh ja. Allemaal zelf gefilmd, hè? Ja, jongen, wat een werk zijn er al gehad. Scherpt is die ook, hè? Ja, natuurlijk. Ja, die maakt er werk van, hè? Duurt dit nog lang? Dan krijgt ze weer een taart, zie je wel. Ja, wat een taart. Oh ja, toen is ze nog even voor mij naar een nieuw toilet wezen kijken, hè? Omdat ik te veel zit, hè? Omdat je daar veel zit. Een gezellig toilet, hè? Ja, was een drukke dag voor een jaar. Mooi. Nou, dat was het. Geinig, hè? Erg leuk om te kijken. Nou, zeker leuk om te kijken. Ja, even privé weer, hè? Ja. Ja, dat was wel even leuk om te kijken. Ja, dat was heel leuk om te kijken. Maar we gaan verder met elkaar. Als u mij nog nodig hebt, want ik voel dat ik weer even moet gaan plassen. Kan je dat nou niet eens een beetje anders zeggen? Ik voel dat ik moet gaan plassen. Nou, dat zegt toch niet de minister-president. Ik voel dat ik moet gaan plassen. Ik moet toch plassen? Ja, oké, maar dan kan je toch anders omschrijven. Je kan het de hele wereld doen om niet te weten dat je gaat plassen. Ik had nog iets anders zeggen. Wat moet ik dan zeggen? Nou, weet ik veel. Ik ga de hond uitlaten. De hond uitlaten? Een voorbeeld, hè. Zeg ik, ik ga de hond uitlaten. Maak het uit. Nou, dan ga ik even de hond uitlaten. Zo is het. Als je maar opschiet, dames en heren, dan gaan wij gaan beginnen met het programma. En juist nu op dit moment... Zo, hè, daar ben ik weer. Dat is een hele klus, maar hoe vind je deze? Mag ik raaien? Ralf Inbar. Waarom? Mij weg, hè. Oh, ga dan weg, dat lijkt toch nergens op? Ja, dat klopt. Want die Maaiwegger, die lijkt toch ook nergens op? Dames en heren. Dus, ik heb trouwens wel een goed idee voor de fileproblemen. Dat zei je ook altijd, dus ik ook, hè. Mooi, interessant. Dames en heren. Nou, carpooling. Wie? Ja, dat mensen meer met elkaar meerijden, weet je wel. Oh ja. Nou, in het buitenland is daar al mee geëxperimenteerd. Oh. Daar heb ik filmopname van. Dat is geweldig bevallen, hoor. Zullen we even kijken, hè? Oh, ja, kijk even. Ja. Dat gaat lekker, nietwaar? Nou. Hoppa, geen probleem. Zie je wel. Het is toch gezellig ook, zie je wel. Ja, zeker leuk. Zoveel mogelijk bij elkaar. Nou. Achter het doorschuiven, zal maar zeggen, hè. Ja. Ja, hoe vond je dit?
We gaan eens even wat, wat doen. Moet ik me weer gaan verkleden of kan ik dit aanhouden? Wat vind jij, Guus? Doe maar wat anders aan, want straks moet je nog om een verblijfsvergunning vragen. Dames en heren, we gaan eens gauw verder. Ja, ik ben natuurlijk wel afhankelijk van de spullen die in het zijn hangen. Ja, schiet nou maar op, hè, dames en heren. Zo leuk, we gaan namelijk verder met het programma natuurlijk. Nou, hè, daar ben ik weer, hoor. Oh, en is het gelukt? Nou, nee. Nee, hoezo nee? Wat is het nou? Nou, het probleem is, ik ken zijn riem niet vinden. Wie zijn riem? Van die hond. Welke hond? Nou, ik moest de hond toch gaan uitlaten. Wel, nee, dat is in plaats van. Ik had ook kunnen zeggen, ga even het gras maaien of zo. Moet ik het gras gaan maaien? Wel, nee, dat is in plaats van. Begrijp het net hoor. Oh, wacht even. Oh, nou begrijp ik hem. Ik heb hem door nou hoor. Nou, hij heeft hem door. Nou, dan ga ik nou even het gras maaien. Nou ja, even het gras maaien. Begrijp ik hem? Ja, ik begrijp hem. Ik ga even het gras maaien. Ja, ik heb het begrepen. We hebben elkaar door. Ik ben er recht van of niet. Nou, weg. Dames en heren, hij is even het gras maaien. Dan gaan wij verder met het programma. Want ik heb namelijk eens even kijken. Ja, ik heb een heel gevoelig onderwerp even. Nou, een gevoelig onderwerp. Een beetje lief onderwerp dat je thuis zegt van... Oh, zeg, sorry, maar daar ben ik weer even. Dan word je het onmiddellijk nou, alweer. Ja, ik ken hem niet vinden. Wat ken je niet vinden? Wie niet? Die grasmaaier. Nou, dan moet je gaan zoeken. Daar heb ik allemaal geen tijd voor. Met je grasmaaier, dames en heren, zoals ik al zei. Beetje gevoelig onderwerp, even leuk, even zo tussendoor. Wat ook even moet als mens tegenover mens. Een menselijk onderwerp, zo kan je nou, het eigenlijk zeggen. Nou, het is al opgelost, ik heb hem hoor. Ik heb hem. De grasmaaier? Nee, die riem van die hond heb ik. Die was ik toch kwijt net. Ja, die heb ik gevonden, nou, die riem van die hond. Dus daar ga ik die word er zo moe van deze man. Ja, daar word ik nou zo verschrikkelijk moe van. Nou ja, dan gaan we wel verder met een gevoelig onderwerp. Een lach en een traan, want dat moet kunnen, nietwaar? Een lach en een traan. Was al niet meer nodig. Wat was niet meer nodig? Wat de hond uitlaten. Oh, hoezo? Wat is het dan? Nee, de hele gang legt vol. De hele gang legt vol? Ja, hij is boodschappen doen, dus het moet die hond geweest zijn. Ruud, ik probeer al 5 minuten, probeer ik een gevoelig onderwerp aan te kondigen. En mag ik nou even tegen de mensen thuis ook even tot het hart spreken? Je gaat maar door, ga er die rotzooi opruimen. Wat hebben we ermee te maken? Dames en heren, nou, gaat ik het wel even opruimen? Ja, ga het dan wel opruimen. Ja hoor. Dames en heren, even een gevoelig onderwerp. Wat kijk zo nou belangrijk wat je is gedaan hebt, in deze tijd. Kijk nou eens wat je gedaan hebt allemaal. Wat zo belangrijk is in... Ruud dat allemaal weer gaat opruimen. Ome Ruud. En ome Ruud heeft het al zo in zijn recht. Ach, wat hebben ome Ruud het in zijn recht. Dat is toch een hond, hè. Wat? Hallo, zijn we nog klaar met die hond? Ruim die rond van je op, hou ben je kop dicht. Nou, kom maar niet meer, hè. Ach, waar ben ik stuif, hè? Ja, dat zie ik. Tante Ria. Tante Ria. Ome Ruud houdt zijn mond maar weer. Ome Ruud bent allemaal weer opgedraaid. Ome Ruud, dit... Blablabla. Het stuift de hond, hè? De vieze hond. Ja, de vieze hond ben je. Nou, hè? Stuift de hond. Klaar, mooi. Dames en heren, dan gaan wij verder met het programma. Zoals ik al zei, een gevoelig onderwerp even tussendoor. Eén, twee, drie, van je pijn af met Geverine 4. Oh, mooi hè. Dat was wel even mooi. Dan krijg je wel even een brokje in de keel. Hè? Even moeilijk praten, geeft niet. Heeft iedereen heel menselijk, dames en heren. Ja, daar ben ik weer, met een nieuwe creatie. Oh, wie ben je nou weer? Wie is deze? Ik weet niet, wie is dat? Hans van der Tocht. Hans van der Tocht? Ken je hem? Ach, wat is toch geen Hans van der Tocht, dat is Hans van Mierlo. O jee, goed dat je het zegt, want dan ga ik het gauw weer uittrekken, hè. Want anders hoef ik dadelijk bij de alcoholcontrole niet eens meer te blazen als ze me zo zien, hè. Dan nemen ze me gelijk mee. Zo is het, dames en heren, we gaan even het programma onderbreken, want ik word hier gek van. We'll be right back after this message. Braun introduceert het eerste scheerapparaat dat met u meevoelt. Alleen de nieuwe Braun Flex Control combineert een tweeling scheerblad met een zwenkend scheerhoofd. Het volgt automatisch onder de optimale hoek de contouren van uw gezicht, waardoor u een zeer glad en tegelijk comfortabel scheergevoel ervaart. De Braun met zwenkend scheerhoofd is een doorbraak in elektrisch scheren. Nieuwe Braun Flex Control. Ja, nou, onbelangrijk verder. Het heeft die reclame tussendoor. Ik weet ook niet waar het voor nodig is. Nou, dit zit er weer op.
Hoor even. Ach, dat is nou jammer. Ik had nog zoveel willen doen, maar ja. Klokje van gehoorzaam uit. U hoort hem al lopen, hè. Dat betekent dat we er weer uit moeten. Ik zeg graag tot volgende week. Dan zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golf. Nee, hè. Jop! Jop! Jop, waar zit je? Ja, wat is er? Wat is er, Guus? Wat is er aan de hand? Mis jij niks? Mis ik niks? Hoezo mis ik niks? Wat zou ik moeten missen? Wat zou ik moeten missen? Volgens mij heb jouw visite afscheid genomen zonder gedachten te zeggen. Hoe bedoel je dat nou, Guus? Nou, volgens mij zagen die vlooien van jou bij mij nog licht branden. Ik zit onder. Ja, wacht eens even. Hoe weet je dat het mijn vlooien zijn dan? Nou, jij was de enige die hier met vlooien binnenkwam. Nou goed. Roep die dingen terug. Ja, dan moet ik eerst even weten wie de weg zijn. Ja, dat kan mij schelen. Ik niemand, hoor. Roep ze nou maar. Dames en heren. Ja, dus even roepen. Ja. Jan. Jantje. Dames en heren. Jan, ben je daar? Jan is graag hier. Volgende week. Kees, kom hier. Kees, Henkie. Schiet op, roep ze nou maar. Onmiddellijk melden. Kom bij de baas. Kom bij de baas. Willem. Willem, kom hier. Willem. Willem. Willem.